Stop it! Push back! Op 19 juni 1998 wordt op klaarlichte dag een vrouwelijke postbode koelbloedig neergeschoten. Dit is duidelijk het werk van een roekeloze moordenaar, want er zijn in de buurt heel wat getuigen. Toch is het voor de politie zoeken naar een speld in een hooiberg, want er zijn na de moord maar heel weinig aanknopingspunten. De bevolking van het kleine dorpje Melden is geschrokken. In het anders zo vredige en landelijk dorp is nu een meisje van 19 brutaal om het leven gebracht. Mijn vrouw komt thuis en ze zegt, die post zit nog in de rabar. Ik pak mijn jeep, ik ga gaan kijken. Ik zei, zit er nog in. Maar ik zei, ze was geen overleden, ze zag het in haar gezicht. De buurtbewoner verwittigt de politie. Onmiddellijk wordt de plaats van de misdaad afgesloten voor de eerste vaststellingen. We zijn op afstapping gegaan en we hebben daar een postautootje aangetroffen dat blijkbaar achteruit gereden was, want de versnelling stond ook nog in achteruit. En achter het stuur hing het lichaam van de postbode. Het is snel duidelijk dat het om een moord gaat en niet om een ongeval of zelfmoord. Die postbode, die bloedt uit het gezicht, dus die is duidelijk geschoten. De wetsdokter stelt vast dat het slachtoffer rond de middag moet overleden zijn. Bij een eerste autopsie telt de wetsdokter 4 schotwonden. Gaten waren relatief klein, ongeveer 5 millimeter diameter. En dat wijst op een klein kaliber. De kogelinslagen in de wagen en de gevonden hulzen komen overeen met een kaliber .22. De kogels zijn waarschijnlijk afgevuurd met een sportkarabijn, die in de jaren 90 zonder vergunning te krijgen was. Ik weet zelfs dat bij de eerste communist sommige 12-jarigen ook al zo'n sportkarabijn kregen om op blikjes te schieten en dergelijke meer. Dus op dat moment konden we nog niet veel zeggen. De politie weet intussen wie het slachtoffer is. Het gaat om de 19-jarige postbode Kelly de Brabant. Haar moeder wordt meteen op de hoogte gebracht. Ik ben dan naar huis gegaan en dan hebben ze het mij uitgelegd. Maar veel wist ik niet, want ik was er echt niet bij met mijn hoofd. Ik was zodanig verschoten dat het was precies of hij kreeg iets. Het ging niet meer. Het ging niet meer door. Kelly de Brabant werd op 22 oktober 1978 geboren in het Oost-Vlaamse Hamme. Ze was de jongste van 2 kinderen. Ze was nogal een jongensachtig type. Ze hield van koersen, de natuur, de dieren, de mensen. Ze was graag buiten. Dus ze moest een beroep hebben waar ze buiten kon. Ja. Kelly trad in de voetsporen van haar vader en werd postbode. En ze vroeg of ze aan de post mocht gaan werken. Ik zeg ja, maar als het dicht genoeg is tegen huis. Ja, het was natuurlijk spijtig genoeg in Oudenaarde. Dat was elke keer een uur rijden om 4:30 opstaan. Dat vond ik er niet goed aan. Maar Kelly wou per se gaan werken in Oudenaarde. Ze deed haar job met volle overgave. Op de dag van de moord vervangt ze zelfs een zieke collega. Ze moet een postronde doen die ze niet gewoon is. Die juffrouw die moest eigenlijk haar een tour doen.
En dat was niet alleen de postbedeling. Het was toen nog de tijd dat de postbode ook de pensioenen uitkeerden. En vanuit het postkantoor in Oudenaarde wist men over welk kapitaal dat zij beschikte. Was eigenlijk toch ja, een dikke 250.000 oude Belgische frank. En men heeft dan onmiddellijk bij de zoeking vastgesteld ja, dat toch van de 11 mensen die een pensioen moesten krijgen, er al 9 hun pensioen hadden gekregen. Maar er nog een tweetal waren die het niet hadden gekregen. En dat vertegenwoordigde een bedrag van iets van meer dan 30.000 oude Belgische frank. De speurders gaan er daarom van uit dat het om een roofmoord gaat. Met een buit van 30.000 Belgische frank of 750 euro. Het enige wat we konden concluderen was dat het ging om een roofmoord. Maar het bezit van Kelly de Brabant, haar handtas, die was onaangeroerd. Wij stonden dus voor heel wat vraagtekens. De politie begint met een buurtonderzoek en gaat op zoek naar eventuele getuigen van de moord. Om 12:30 ga ik altijd achter mijn post en je zat er niet in. En ik kijk nog of er een auto niet zou afkomen. Ik zag het niet. Een landbouwer heeft gezien dat de rode postwagen van de weg is geraakt. En zijn moeder had al gezegd, zou ik er niet gaan kijken, maar ik denk dat die madame vaststaat. Maar hij had er eigenlijk niet veel aandacht aan geschonken. Hij had gezegd, goed, als ze problemen heeft en ze heeft mij nodig, ze zal wel tot hier komen. Ik was gaan kijken op mijn bus of dat ze geweest was, langs ging erop. Ik heb Tototje zien liggen en ik dacht dat ze naar de andere kant was gelopen om hulp. En van ginder dachten ze dat ze naar hier gekomen was. En wij zouden allemaal eten. Het was zo 12:30. En het is maar op het ogenblik dat de vrouw naar huis komt en dat die met haar wagen de postauto kruist, dat ze ziet dat dat niet normaal eigenlijk is, die postauto die in het veld staat. En dus dat de bestuurster daar half stok hangt en dat het gezicht van die bestuurster bebloed is. Enkele aandachtige buurtbewoners hebben dus iets verdachts gezien. Aan de hand van hun getuigenissen proberen de speurders de puzzel samen te leggen. Er was een dame die vanuit haar keuken een witte auto had zien voorbijrijden. Deze dame zag de auto haar huis naderen, maar de wagen reed uiteindelijk niet voorbij haar huis. Ze keek daarom opnieuw door het raam om te zien waar de auto gebleven was. Ik ga in mijn keuken gaan kijken en ik zie dan die auto terug al de korte keer naar beneden rijden. Dus ze veronderstelde dat die auto zich ongeveer ter hoogte van haar huis moest gekeerd hebben. De getuige kan een duidelijke beschrijving geven van de witte wagen. Die mevrouw had de reflex gehad van haar verrekijker te nemen. Om een keer in detail te zien wat er aan de hand was. En dus zat die wagen zeer goed gezien. Het was een witte auto, zei ze. Een type hatchback met aan de zijkant een soort zwarte sierband. Veel belangrijk was dat die witte auto zich zeer dicht in de omgeving van haar woning had gedraaid. En schuin over de woning hebben de mensen van het labo op een veld 2 bandensporen gevonden. Het gerechtelijk laboratorium maakt 2 gipsafdrukken van de bandensporen. Aan de hand van die profielen hebben ze kunnen achterhalen dat het ging over 2 verschillende banden. Het ene was een Firestone en het andere was een Goodrich. Dus men heeft op dat ogenblik heel wat informatie over het voertuig dat ter plaatse is geweest van de feit. Een andere getuige verklaart dat hij diezelfde witte wagen iets verder in de straat heeft gekruist. Hij was er zelfs nog moeten even voor achteruit rijden, omdat het daar heel smal is. En hij had op dat ogenblik, gelukkig voor ons, had hij eens naar die bestuurder gekeken. En hij heeft toch een, zij het summeren, maar toch een aantal details kunnen geven voor het maken van een robotfoto. De politie vermoedt dat de chauffeur van de witte wagen wel eens de moordenaar zou kunnen zijn. Want een andere getuige heeft aan de politie verklaard dat ze de witte wagen met een motorkap omhoog heeft zien stilstaan op de plaats van de moord. Er was dus een ooggetuige en dus die heeft juist op het moment dat het gebeurde niet gekeken. Maar had zich wel de fase voordien als de fase nadien. Dus de zaak was op zichzelf niet hopeloos. Na verder onderzoek op de plaats van de misdaad krijgen de speurders een duidelijk beeld van wat er zich heeft afgespeeld. Het is 19 juni. Kelly de Brabant is op weg naar haar laatste adressen. Een witte auto verspert haar de weg. Je zou bijna kunnen zeggen dat die witte auto de doorgang van de postauto geblokkeerd heeft.
Niets vermoedend nadert Kelly de wagen. Op het moment dat ze voor de auto stopt, draait de man zich plots om en richt hij de loop van een karabijn op haar. Kelly rijdt in paniek achteruit, maar ze komt naast de weg in het veld terecht. Daarop is de dader naar het autootje gegaan, heeft de deur open gedaan. En heeft daar afgemaakt. Kelly de Brabant wordt op die zomerdag voor een buit van amper 30.000 frank met 4 kogels koelbloedig afgemaakt. Ondanks de nauwkeurige beschrijving van de wagen en de robotfoto van de bestuurder staan de speurders nog geen stap dichter bij de identificatie van de moordenaar. Men heeft gekeken in de gevangenissen wie dat er op die dag penitentiair verlof had. Ja, de politie ter plaatse heeft ook zo een beetje een register van marginalen, zou ik zeggen. Mensen die al met het gerecht in aanraking zijn gekomen voor zedenfeiten of voor gewelddelicten, wordt onmiddellijk gekeken wie kan er daarvoor in aanmerking komen. We gaan dus die mensen een keer aan de tand gaan voelen om te zien waar waren ze op dat ogenblik. Dat onderzoek levert niets op. De politie begint zelfs te twijfelen aan het motief voor de moord. De vaststelling dat de feiten gepleegd zijn op het einde van het uitbetalen van de pensioenen heeft er wel op gewezen dat de dader ofwel zijn voornemen niet goed gepland had, ofwel dat hij tevreden was met hetgeen hij nog zou aantreffen. Eigenlijk had ze evengoed in het bezit kunnen zijn van 0,0 frank. Misschien wil de dader het op een roofmoord laten lijken om een ander motief te maskeren. Soms kan eigenlijk een passionele moord ingekleed worden onder de vorm van een roofmoord. Dus alles staat eigenlijk open. En dat is ook de reden waarom het onderzoek met alle registers eigenlijk open start. De speurders onderzoeken ook het privéleven van Kelly en gaan na hoe ze opschoot met haar collega's van de post. Zijn er daar wrijvingen? Zijn er daar ook misschien passionele situaties? Maar ook daar was er uiteindelijk geen vuiltje aan de lucht. Kelly de Brabant, amper 19, is vanmorgen in Hamme door haar collega's van de post begeleid naar haar laatste rustplaats. Op 27 juni 1998 wordt Kelly begraven. Het wordt een emotioneel afscheid van een lieve dochter, een fijne vriendin, een goede collega. Ik heb wel veel steun gehad van haar collega's. Die waren ook allemaal gekomen. Dat vond ik tof. Het is beter dat het zo vroeg gegaan is. Ik had u toch nog zo graag bij me gehad. Dat we later kindjes zo gehad hebben. En dat is nu spijtig genoeg niet meer gebeurd. Hè. Twee weken na de moord loopt het onderzoek dood, zonder nieuwe aanwijzingen. De politie had geen flauw idee wie dat een dader kon zijn. Het gebeurt nog dat bepaalde feiten gepleegd worden waar men geen enkele aanwijzing heeft en waar er pas na een jaar of na maanden plots iets opduikt wat ons dan in een stroomversnelling brengt en wat ons leidt naar een oplossing. Als ze het huis betreden, dan treft de rijkswacht tussen de kast en het bed het uitgestrekte lichaam aan van een man. Eigenaardig genoeg
kom terug bij de politie in Kluisbergen, een inwoner van Kluisbergen. En die zegt dat ik kom klacht leggen tegen een politieman. Op 19 juni 1998 wordt op klaarlichte dag postbode Kelly de Brabant koelbloedig vermoord. Ondanks vele getuigenissen, de vondst van bandensporen en kogelhulzen en een robotfoto van de mogelijke dader, loopt het onderzoek vast. 2 maanden later worden de Vlaamse Ardennen opnieuw opgeschrikt door een moord. Est-ce que t'as encore des munitions pour cette carabine? Il faudrait quelques boîtes. Ah oui. Terwijl het onderzoek in die moord op Kelly de Brabant volop loopt, doet er zich een nieuw incident terug voor. Het is op een dinsdagmorgen, 18 augustus, dat de rechtswachter van Brakel een telefoon krijgt. Aan de lijn is een zekere Maria. Ze maakt zich zorgen om haar vriend Théophile Lano. Dat die man de dag voordien bij haar rond 8:30 vertrokken was en dat hij afgesproken had om 14:00 haar terug te komen naar de kophal, want ze ging dan in de kop uitstap, maar dat hij niet was komen opdagen om 14:00. En dat ze een aantal keren in de kat geprobeerd terug van hem te telefoneren, maar geen enkel resultaat had gekend. En dat ze vroeg aan de rechtswacht om een keer te gaan kijken of dat er daar toch niets gebeurd was. De patrouille van de rijkswacht is snel ter plaatse. Ze gaan binnen de woonkamer, iets te zien natuurlijk. Ze gaan in de slaapkamer. En wat zien ze daar? Als ze het huis betreden, dan treft de rijkswacht tussen de kast en het bed het uitgestrekte lichaam aan van een man. Théophile Lano ligt levenloos op de grond. Zijn rug vertoont een duidelijke schotwonde. De plaats van de misdaad wordt onmiddellijk afgesloten en de rijkswacht haalt er een wetsdokter bij. Die stelt vast dat de man al 24 uur dood is. Hij is neergeschoten met 7 kogels van het kaliber .22. Met dat kaliber werd 2 maanden eerder ook Kelly de Brabant vermoord. Maar eind jaren 90 waren er veel wapens van dat kaliber in omloop. De weinige overeenkomsten die er waren, was het feit dat de plaatsen dicht bij elkaar lagen. Dat de beide moorden gepleegd waren met een long rifle, een .22, en kort op elkaar, 2 maanden. Ondanks deze overeenkomsten is er niet meteen een verband tussen beide zaken. De moord op Lano wordt daarom als een aparte zaak onderzocht. Men gaat ook onmiddellijk starten met een buurtonderzoek. Een keer vragen wie is dat, hoe leeft die man? Lano was een eenzaad. Hij was weduwnaar en had maar 1 zoon en een kleindochter die hij niet vaak zag. De relatie tussen mijn vader en mijn grootvader heeft altijd heel moeilijk gegaan. Er waren altijd heel veel strubbelingen. Mijn vader wou graag gezien worden, maar dat lukte moeilijk en er waren vaak discussies. Volgens kennissen had Théophile een vrij moeilijk karakter. Théophile Lano was een merkwaardige persoonlijkheid. Dat was een man die was gepensioneerd, kwam er vrij goed voor, financieel dan. Maar was een man die zich zo bezighield op de rand. Zo. Hij verdiende behoorlijk wat geld met de verkoop van brokanten. Oude spullen die men onder andere op rommelmarkten kan vinden. Ik kocht dat aan om dan terug mijn winst te kunnen verkopen. Maar hij had thuis ook heel veel antiek staan. Hij vond dat ook heel mooi om zelf te hebben. Hij hechtte daar veel waarde aan zijn dingen. Je had ook wel de faam van er redelijk goed in te zitten. Hij was eigenlijk wel redelijk bemiddeld. Maar je had ook nog de faam toch eigenlijk van een beetje op zijn geld te zitten, van aan de vrekkige kant. Hij zorgde wel goed voor zijn moeder, tot ze stierf. Na haar overlijden besloot Lano anders te gaan leven. Hij had het plan om van het leven te beginnen genieten en om alles om te draaien. En hij zei dat hij ging beginnen op reis gaan en zo. En echt de dingen helemaal anders ging doen dan dat hij daarvoor gedaan had.
Maar daar kreeg Théophile de kans niet voor. Hij wordt vermoord. Nathalie verneemt het nieuws op haar werk. En toen werd ik naar een vergaderzaaltje geleid, waar dan er twee mannen van de politie op mij zaten te wachten. Die mij begonnen vragen te stellen, wat ik gedaan had in een dag. Het is in een moordonderzoek gebruikelijk dat nabestaanden als eerste verhoord worden. Eerst hebben ze gevraagd voor een huiszoeking. We hebben dat toegestaan, omdat wij niks te verbergen hadden. Maar we vonden het wel heel moeilijk om je huis te zien doorzoeken en in al uw privé-spullen te zetten. Dan zijn we ook meegenomen geweest naar het politiekantoor en mijn man en ik allebei apart ondervraagd geweest. En ze proberen nu zo'n beetje onder druk te zetten ook, om dingen te weten te komen. Ik had soms wel wat schrik van... Wat moeten we hier nu zeggen? Want je hebt niks misdaan, maar toch door de manier van vragen stellen krijg je toch schrik voor dingen te vertellen. De kleindochter en de zoon van het slachtoffer worden al snel van de verdachtenlijst geschrapt. Bovendien kunnen ze weinig nieuwe elementen geven die nuttig zijn voor het onderzoek. Maar de poetsvrouw van Lannoy heeft wel interessante informatie. Die mevrouw wordt ter plaatse gebracht en die ziet onmiddellijk dat er een en ander weg is. Voornamelijk wapens. De poetsvrouw weet dat Lannoy verschillende vuurwapens in huis had. Wij kwamen tot de conclusie na verhoor van de huishoudster dat hij op het ogenblik dat hij vermoord werd 36 wapens moet in huis gehad hebben. Al die wapens waren verdwenen. De diefstal van die wapens zou wel eens het motief kunnen zijn. Een roofmoord dus. Daarentegen, zijn geld. Hij had vrij veel geld in zijn bezit op dat ogenblik. 70.000 Belgische frank en de goede 1.000 Franse frank. Dat zit nog altijd in zijn achterzak. Tegenaardig is dat de dief geïnteresseerd was in wapens, maar niet blijkbaar eigenlijk in het grote geld. Een diefstal van wapens en niet van geld. Dat is opmerkelijk. Bovendien zijn er geen sporen van geweld. Komt er dan nog bij dat uit de verhoren van de huishoudster en de vriendin van Lannoy blijkt dat hij vrij argwanend was en dat hij zeker geen vreemden zou binnengelaten hebben? Hij ging niet zomaar vreemden zelfs op zijn grond toelaten. Dan was dat tot aan het hek en niet verder. Het was enkel wel een goed gekend volk die binnen mocht. Lannoy had niet veel vrienden of kennissen. Maar de poetsvrouw kan zich nog wel één opvallende bezoeker herinneren. Dat Lannoy regelmatig het bezoek kreeg van een zekere Jean-Claude. Een Frans sprekend persoon die met hem wat zaken deed. Eigenaardig genoeg komt er bij de politie in Kluisbergen. Een inwoner van Kluisbergen, een zekere Jean-Claude Van Houten. En die zegt dat hij komt klacht neerleggen tegen een politieman. En de commissaris die treedt er gesprek mee. En hij verneemt van Jean-Claude dat hij de politieman hem zou verdenken van de dader te zijn van de moord op de postbode, Kelly de Brabant. En terzelfde tijd voegt hij daaraan toe, die man, die Lannoy, ken ik die ook, ben daar de 15 augustus op Noogdag aan de deur geweest. Maar ja, ben daar niet binnen geweest, want op dat ogenblik stond er daar een auto met een Franse nummerplaat. Jean-Claude Van Houten verklaart dat hij 2 dagen voor de moord nog voor zaken bij Lannoy thuis was geweest. Dat hij onder andere een stereoketen had verkocht en plaat en dat Lannoy eigenlijk hem nog moest betalen en dat hij daarachter kwam met de vragen. En zeg, ik ben daar de maandag voormiddag ook geweest, tussen 9:00 en 9:30. Maar Lannoy was niet thuis. Bovendien beweert Van Houten dat hij ook op de dag van de moord zelf nog bij Lannoy is geweest. Van Houten wordt verhoord, tot hij plots weigert nog Nederlands te spreken. Hij is nochtans perfect tweetalig. Van Houten krijgt een tolk. Hoe lang kent u meneer Lannoy al? Depuis combien de temps connaissez-vous, monsieur Lannoy?
Depuis avril de cette année, c'est un ami qui me l'a présenté. Et hoe was uw verhouding? Comment était votre relation? Bah, je passais chez lui pour lui vendre des trucs. Kunt u een beetje preciezer zijn? Wat hebt u hem verkocht? Soyez précis, qu'est-ce que vous lui avez vendu? Bah, des trucs quoi. Chaîne Hi-Fi, CD. La chaîne Hi-Fi me l'avait pas encore payé, il voulait voir d'abord si elle fonctionnait. C'est pour ça que je suis passé chez lui le 15 août. Il me devait encore 10 000 francs. Et toen heb je een Renault zien staan. C'est là que vous avez vu la Renault? Avec les plaques françaises, ouais. L'anneau a dit qu'il pouvait pas me recevoir, alors je suis parti faire un tour. Puis quand je suis revenu, bah, elle était toujours là. Bon, alors je me suis barré. Zonder twijfel heeft hij die verklaring zo afgelegd om zichzelf uit de schijnwerpers te plaatsen. Misschien voelde hij dat het een beetje warm begon te worden voor hem. En op 17 augustus teruggegaan. Vous y êtes retourné le 17 août. Ouais. Mais il n'y avait personne. Et hoe laat was dat? Il était quelle heure? 9h, 9h30. Van Oete gaat in de fout. Lano was om 9 uur 's morgens zeker thuis. Hij was een half uur eerder vertrokken bij zijn vriendin om de dieren te gaan voederen. Dan wordt eigenlijk aan Van Oete gevraagd: wat heb jij gedaan dus na 9:30 die dag? Ah, eerst heb ik boodschappen gedaan. En dan gaat hij opnieuw in de fout. Want even later zegt hij totaal iets anders. Dan zegt hij, ja, ik ben in dezelfde voormiddag rond 10 uur bij een vriend van mij geweest. Het alibi wordt gecontroleerd, maar klopt niet. De bewuste vriend heeft hem op 17 augustus niet gezien. Dus de argwaan van de politie is wel een beetje gewekt, maar er is onvoldoende element om die mensen op die basis in verdenking te stellen. De speurders zijn ervan overtuigd dat Van Hoete iets met de moord te maken heeft. En ze verhoren hem later die dag opnieuw. Bent u ooit binnen geweest in het huis van het slachtoffer? Je n'ai jamais rentré dans la maison de la victime. Bah, si, forcément. Je faisais des affaires avec lui. En hoe dikwijls? À quelle fréquence? Je sais pas, moi, une trentaine de fois. Toujours dans le salon ou dans la cuisine, hein. Jamais dans la chambre. Natuurlijk, door dergelijke verklaringen af te leggen, werd ons wantrouwen pas goed gewekt. Hè. Want waarom zegt men expliciet, ik ben nooit op de slaapkamer geweest, waar we juist het lichaam van Lano aangetroffen hebben. Waarom zegt hij niet, ik ben nooit op de zolder geweest, of ik ben nooit in de kelder geweest, precies die slaapkamer. Hebt u daar ooit wapens gezien, of munitie? Vous avez vu des armes ou des munitions là-bas? Des armes? Non, jamais. Nu, in de leefkamer stonden er wapens die zichtbaar eigenlijk waren. Als hij zo 30 keer bij Lano had geweest, had hij zeker die wapens gezien. Maar hij ontkende bij hoog en bij laag dat hij er wapens had gezien. En als men de vraag stelde, zit hij zelf in de wapen in de trafiek, had hij dat bij hoog en bij laag eigenlijk ontkend, hij had met wapens in het geheel niets te zien. Maar de onderzoekers zijn intussen te weten gekomen dat Van Oete ook een wapenhandelaar is. Door alles te ontkennen, maakt hij zich steeds meer verdacht. Als het over hen zelf gaat, dan willen ze zich kost wat kost beschermen. En als ze dan in paniek raken, dan maakt men foutjes. Om de verdachte te laten bekennen, hebben ze harde bewijzen nodig. Een van de eerste zaken die wij altijd doen, is het telefoonverkeer trachten te traceren. Nu, hij had een gsm. En wat bleek? Dat hij die gsm verkocht had. Onmiddellijk na de feiten. De speurders vragen bij de operator de historiek van het telefoonverkeer van die gsm op en onderzoeken dit grondig. Uit de controle is gebleken dat hij kort na de feiten getelefoneerd heeft met twee personen. Twee personen die ook zich bezighielden met dezelfde activiteiten waarmee Van Oete zich bezighield, namelijk kopen en verkopen en dan bij voorkeur van wapens. Waarom heb je aanvankelijk niet gezegd dat Lano wapens verhandelde en dat je daar wel in geïnteresseerd was? Waarom heb je niet gezegd dat Lano vendait des armes et que vous étiez intéressé? Nou, parce que si j'avais dit ça, j'aurais été automatiquement suspecté dans l'assassinat de la postière. Is daar reden voor? Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a accusé. Je vais venir voir le policier, agent. Vous voulez parler du policier? Bah oui.
Si j'avais raconté que je voulais acheter des armes à l'anneau, forcément, j'aurais été encore plus suspect. Goed. Laten we het dan nu eens hebben over uw handelingen vanaf 14 augustus en dit tot het einde van de week daarop volgen. Kunnen die chronologisch met ons overlopen? Pouvez-vous nous raconter chronologiquement ce que vous avez fait à partir du 14 août 98 jusqu'à la fin de la semaine suivante? Je m'en souviens plus. En ook niet wat je gedaan hebt, wie je ontmoet hebt, met wie je gesproken hebt? Non. Allez, kom aan, van ook, dat doe eens uw best. Inutile d'insister, depuis ce matin, je me rappelle plus de rien. Waarom zit je te lachen? Zit je mij aan het provoceren of wat? Ça, c'est votre interprétation. Geloof niks van uw geheugenverlies. Dat is wat probleem. We hebben twee wapens teruggevonden en in beslag genomen. Herkent je die? Zo'n hardnekkigen heb ik nooit ontmoet. Dat zijn wapens waarvan we weten dat ze in het bezit waren van Lano en die gij hebt doorverkocht. Het is op dat ogenblik dat hij dichtgeklapt is. En dat hij gezegd heeft op een bepaald ogenblik zelfs: ik zal alles verklaren voor het Hof van Assise. In de zomer van 98 worden er in de Vlaamse Ardennen op 2 maanden tijd 2 roofmoorden gepleegd. Kelly de Brabant wordt vermoord voor amper 30.000 frank. Théophile Lano wordt doodgeschoten voor een buit van 36 geweren. Jean-Claude Van Houten komt een klacht indienen bij de plaatselijke politie. Tegen de politieman. Dat die de politieman hem zou verdenken van de dader te zijn van de moordterreur op de postbode. Tijdens zijn eerste verhoor verklaart hij bovendien dat hij geregeld zaken deed met Théophile Lano, het tweede slachtoffer. Toujours dans le salon, dans la cuisine, jamais dans la chambre. Natuurlijk, door dergelijke verklaring af te leggen, werd ons wantrouwen pas goed gewekt. De speurders moeten op zoek gaan naar harde bewijzen. Uit het telefoononderzoek blijkt dat Van Houten kort na de moord op Lano telefonisch contact had met 2 wapenhandelaars. Op een bepaald ogenblik wordt er dus een huiszoeking gedaan bij een van de personen die geïdentificeerd worden door het GSM-onderzoek. En daar worden wapens aangetroffen. Wapens die de verdachte had gekocht bij Jean-Claude Van Houten. Uw interesse in wapens ontkennen heeft nog weinig zin, vriend. We hebben 2 wapens teruggevonden en in beslag genomen. Herkent je die? Ce sont deux des armes saisies, vous les reconnaissez? Dat zijn wapens waarvan we weten dat ze in het bezit waren van Lano en die gij hebt doorverkocht. Ondanks de harde bewijzen bekent Van Houten niet. Een tweede persoon bij wie een huiszoeking gedaan wordt, daar worden ook wapens aangetroffen, die ook afkomstig zijn van Van Houten. En daar zit het moordwapen tussen. De wapendeskundige onderzoekt het geweer en stelt vast dat dit zeker het wapen is waarmee Lano werd doodgeschoten. De deskundige is daar heel formeel in, want een kogel uit een long rifle die maakt een draaiende beweging als hij de loop verlaat. En die kogel heeft unieke schrammen op de mantel. Want iedere loop laat andere inkervingen op die kogel die draaiend door die loop gaat. Dus op dat ogenblik wordt het wel heel warm voor Van Houten. Van Houten was op dat moment nog een vrij man. Maar nu hebben de onderzoekers voldoende bewijzen om hem bij hem thuis aan te houden. Op het ogenblik dat men hem heeft opgepakt, heeft men hem gefouilleerd en dan stak er eigenlijk in zijn broekzak een Bordeaux etui, waar dat men dus normaal juwelen in steekt. De speurders tonen het tasje aan de poetsvrouw en zij is formeel. Lano heeft ditzelfde tasje ooit gekocht van Jean-Claude Van Houten. Dus als hij etui terug in het bezitterlijk was van Van Houten, laat dat vermoeden dat hij dat ook meegegrabbeld had op het ogenblik dat hij de wapens van bij Lano had meegenomen. Op dat ogenblik is het net zich volledig aan het sluiten rond Van Houten. En op dat ogenblik verandert zijn houding dan ook fundamenteel. Van Houten is aangehouden in het onderzoek naar de moord op Lano, maar plots verandert hij van onderwerp. J'imagine que tu sais qui c'est la femme que tu recherches. Pardon? Je dis j'imagine que tu sais qui c'est la femme que tu recherches là, parce qu'il y a sa photo dans ton dossier. Donc tu dis ça? Bon, elle a écrit que j'ai tué l'anneau et la postière. Maar het gezicht is nu dat jij l'anneau en die jonge postvrouw vermoord hebt. Hoe is dat gegaan?
waarom moest Kelly de Brabant dood? Waarom Lano? Waarom zegt je niks? Dit is geen normale reactie, dat beseft je toch? Pourquoi vous dites plus rien? Vous rendez compte que c'est pas une réaction normale? Bah si, hein. Pour quelqu'un qui a commis deux meurtres. Maar als hem dan gevraagd wordt om zijn verklaring te ondertekenen, dan weigert hij natuurlijk. Ik heb hem daar later mee geconfronteerd. Ik zeg, je hebt toch al bekend dat je dat gedaan hebt? Ik heb dan maar gezegd om er vanaf te zijn. Dat was zijn uitleg die hij toen gaf. En het is op dat ogenblik dat hij dichtgeklapt is. Dat hij niet meer wilde meewerken aan de verhoren. En dat hij gezegd heeft op een bepaald ogenblik zelfs, ik zal alles verklaren voor het Hof van Assisen. Van Oete weigert ook aan de gerechtspsychiater elke medewerking. Ik heb er nog geweten van. De mensen, als ze mij zagen, die al wegging. Maar die, wanneer ik dan een keer terugkeerde, die zelfs tevreden waren dat ze dan de gelegenheid hadden. Maar zo'n hardnekkigen heb ik nooit ontmoet. Dus alles wat ik schrijf over hem zijn, is gegevens van derden in zekere zin. Jean-Claude Van Oete groeide op in een gewoon gezin, als jongste van 7 kinderen. Hij had een normale jeugd. Terwijl iemand die vroeg zijn eigen wegging, deed wat dat hij liefst deed. Maar tenslotte, op pedagogisch plan, is er daar bij die mens niks negatiefs te stellen. Niemand zou zeker vermoed hebben dat hij later een andere weg zou opgaan. Hij werkte aanvankelijk in de bouwsector, maar het harde werk lag hem niet. Maar hij was ook zeer vroeg geïnteresseerd in die brokantenhandel. Maar niet een onschuldige brokantenhandel. Het was niemand die met een stalletje, dus op de rommelmarkten stond enzovoort. Die had zo zijn eigen kennissen en kopers of verkopers. Meestal zo uit mensen aan men afvraagt waarvan leven ze of wat doen ze. En die zou altijd alle soorten dingen weten te verkopen. Van Oete kende een bewogen liefdesleven. Hij was 2 keer getrouwd en kreeg in totaal 4 kinderen. Hij kwam al snel in geldnood. Hij moet in financiële problemen hebben gezeten. Zijn onderhoudsgeld aan zijn vroegere partner werd niet betaald. Het schoolgeld van de kinderen was al 4 maanden niet betaald. Hij had ook veel schulden. Op een bepaald ogenblik hebben ze zijn huis moeten verkopen. Het ging eigenlijk van geleidelijk aan achteruit. Hij heeft trouwens tegen verschillende mensen gezegd dat hij in staat was om alles te doen om aan geld te geraken. Dus het was eigenlijk een tijdbom waarvan de lont aan het opbranden was. Het gerecht gaat ervan uit dat die geldproblemen het motief kunnen zijn. Dat zou trouwens ook de roofmoord op postbode Kelly de Brabant kunnen verklaren. Maar in deze zaak ontbreken harde bewijzen tegen Van Oete. Tot de speuters ontdekken dat hij al een hele tijd met een huurwagen rondrijdt. Hoewel hij ook een eigen auto heeft, die op zijn naam staat. Men is dan gaan zoeken waar die auto zich bevond. En die stond in een garage in Ronsen, garage de Merode, Klabo. Onmiddellijk, van zodra ze wisten waar die wagen stond, ter plaatse. Ja, dat viel onmiddellijk op, die wagen. Gelijk dat het daar eigenlijk stond, dat was perfect. De beschrijving die mevrouw Skop had gegeven van het voertuig dat ter plaatse was op 19 juni. Het labo heeft met grote gretigheid dan die wielen gedemonteerd en een afdruk van genomen. En wat blijkt inderdaad dat het effectief over 2 verschillende achterwielen gaat. En die komen exact overeen met de afdrukken die in de buurt van de plaats van de moord zijn genomen. Nu, op dat ogenblik moeten we zeggen, moord op Kelly de Brabant is in feite praktisch eigenlijk ook eigenlijk opgelost. Want dus het voertuig dat ter plaatse was, is geïdentificeerd. Wie verdacht wordt van moord, wordt altijd gevraagd om tijdens een reconstructie te tonen wat er precies al dan niet is gebeurd. Ik had mijn voorzorgen genomen. Hij zal waarschijnlijk weer niet willen meewerken. Weer een bevel tot medebrenging afgeleverd. Men is naar de gevangenis gegaan. Ze hebben hem dat betekend ter bolleke van gemaakt, op de grond gegooid. Uiteindelijk is de directrice van het gevangen daartoe gekomen. Met hem gepraat. Allee, je was toch bereid van mee te gaan. Bijna 3 jaar na de moorden wordt Van Oete uitgenodigd voor een reconstructie. Maar eenmaal ter plaatse weigert hij ook maar 1 seconde mee te werken. Op geen enkele vraag wilde hij enig zinnig antwoord geven. Als hij zijn verhaal kon vertellen, was dat goed. Maar als je hem met iets confronteerde, blokkeerde en uiteindelijk totaal niet meer willen meewerken.
Hij wilde niets, was niet coöperatief. Integendeel, hij probeerde zelfs dan nog spelletjes te spelen. De onderzoeksrechter heeft dan aan de hand van de verklaringen van de deskundigen, aan de hand van de vaststellingen, een reconstructie gehouden waar Van Oete op stond toe te kijken, maar waar hij dus niet aan meewerkte. Van Oete lost niets. Het motief voor de moord op Théophile Lanoz blijft één groot raadsel. Wij weten het niet, maar wij vermoeden dat Lanoz op een bepaald ogenblik moet geweten hebben dat Van Oete de moord op de Brabant gepleegd had. En dat Van Oete Lanoz heeft willen beletten om te spreken. En de enige middel wat dat betreft bestond erin om Lanoz definitief het zwijgen op te leggen door hem te vermoorden. En dat hij die wapens dan gestolen heeft, hij heeft daar natuurlijk wel financieel profijt van gehad, want hij heeft die wapens verkocht. Maar dat dat was om de feiten te verdoezelen eigenlijk, om het vinden van zijn spoor nog moeilijker te maken. Er zijn voldoende bewijzen tegen Jean-Claude Van Oete voor de moorden op Kelly de Brabant en Théophile Lanoz. De zaak wordt doorverwezen naar het Hof van Assise. Het Hof van Assise in Gent was territoriaal bevoegd om die zaak te behandelen. Heeft hij, en dat is zijn volste recht, de verwijzing gevraagd naar een Assisenhof met het Frans als voertaal. Maar als je dan weet dat die man jaren in Kluisbergen heeft gewoond, getrouwd is geweest met Nederlandstalige dames, dan ervaar je dat toch eigenlijk wel eigenlijk als zijn ultieme tergerij. De Kamer van Inbeschuldigingstelling mag de aanvraag tot doorverwijzing niet weigeren. Voor de familie van de slachtoffers is dit een slag in het gezicht. Mevrouw, wat die rechter gezegd, het is het proces van de dader, niet het proces van uw dochter. En een dader mag kiezen waar dat hij het proces wil. En ik kon mij niet houden. En ik had gezegd, dan heeft hij meer rechten als het slachtoffers. De zaak wordt doorverwezen naar het Hof van Assise in het Waalse Bergen. En zal dus volledig in het Frans worden gevoerd. De mama van Kelly wil een tolk om het proces te kunnen volgen. Wij hadden aan minister Verwilgen een tolk aangevraagd. Maar die kregen wij blijkbaar niet. Wettelijk heeft Rita geen recht op een tolk. De zaak sleept nu al 4 jaar aan. En nu moeten de nabestaanden een nieuwe klap verwerken. De dader heeft alle voordelen. En naar het slachtoffer kijken ze niet. Uiteindelijk is het de voormalige werkgever van Kelly de Brabant die de zware kost van een tolk wil betalen. Van het gerecht kreeg ik geen tolk. Ik kreeg een tolk aangewezen van de post. Het proces loopt daardoor nog meer vertraging op. Vergeet niet dat gans dat dossier, dat op dat ogenblik toch vrij volumineus was, moest vertaald worden in het Frans, wat toch ook een redelijke tijd in beslag neemt. Die 5 jaar die duurde mij precies het dubbele, 10 jaar. Ik zat in spanning. Zeg, ja, zullen ze wel de juiste hebben? Hoe lang zal die krijgen? Vijf jaar na de feiten, op 31 maart 2003, begint dan eindelijk het proces voor het Hof van Assise. Voor de nabestaanden is het de eerste keer dat ze oog in oog staan met de moordenaar. Voor mijn vader was dat verschrikkelijk. Hij vond het heel moeilijk ook om de dader daar altijd te zien zitten. Maar toch wou hij er altijd naartoe gaan. En mijn vader wou ook heel graag dat ik dat meevolgde. Maar nee, om hem te zien... Een levende leven. Ik wou erbij zijn. Ja, ik wou horen wat dat een dader wou zijn. Of het hem niet speet of dat hij het gedaan heeft. Maar dat woord is er niet uitgekomen. Hij lacht iedereen uit. Hij was arrogant en onbeschoft tegen iedereen. Ondanks de vele harde bewijzen vraagt de advocaat van Jean-Claude Van Oete de vrijspraak. Dat was ik kwaad. Die verdient dat niet, had ik gezegd.
Op 10 april 2003 wordt Van Oete veroordeeld tot levenslange opsluiting. Dat was een terechte straf voor hem. En mijn vader vond dat ook. Hij was heel blij dat die straf zo uitgesproken is. Van Oete krijgt een zware straf, maar hij weigert halstarrig schuld te bekennen. Ik had natuurlijk liever gehad dat hij bekend had. Maar ik heb er met mijn dochter niet terug. Hè? Door alles wat hij meegemaakt heeft, heeft mijn vader zelfmoord gepleegd. Gewoon omdat het werd allemaal te veel voor hem. Ik weet 100% zeker dat de dood van mijn grootvader, wat er allemaal gebeurd is en de dingen daarna, moest dat niet gebeurd zijn dat mijn vader er nog zou zijn nu. Zeker weten. Een moordenaar verwoest meestal veel meer levens dan enkel die van zijn slachtoffers. En de nabestaanden blijven achter met hun verdriet. Gelukkig zit Jean-Claude Van Oete nu al meer dan 16 jaar in de cel. En de kans dat hij snel vrijkomt is klein. Voor de politie was hij alvast een van de meest halsstarrige moordenaars met wie ze ooit te maken kregen.